Van harte gefeliciteerd, Wessel. Dank je. Nou, vertel eens, wat heb je gepresteerd daar in Los Angeles? Ik heb voor het open water zwemmen ben ik uitgekomen en heb ik medailles gehaald. Ja. Goud, zilver en brons, hè? Ja. Hoe was het daar in Amerika? Hartstikke leuk en heel erg spannend. Elke keer echt, gewoon echt, bijna heel erg veel zenuwen. Maar dankzij mijn coach en ik wel, is het gedeeltelijk erdoorheen geslagen. Ja. Het mooiste is, wat ik mee heb gemaakt, is dat ik gouden plaak. Maar ook, hoe heet dat, de hometown Fountain Valley. Dat was geweldig. Je werd echt helemaal, echt, dat was niet te beschrijven hoe prachtig en mooi je daar binnengehaald werd. Dat is de host waar je als gast dan tijdelijk even aan de tijd wendt. Want je hebt wel 9 uur verschil. Ja. En wat ga je nu doen eigenlijk, na al die successen? Ik denk eerst eventjes uitrusten. Ja. Ja. Verder weet ik nog niet. Kijk wel wat er gebeurt. Je buren dragen je een goed hart toe, hè? Dat zie ik heel erg. Ja. En ik ben zelf nu nog steeds onverdonderd. Ik ben helemaal van... Wat ik moet. Maar dat wordt een feestje, denk ik, hè? Dat wordt zeker een feestje. Nou, je hebt altijd getraind bij de Venen, hè? Altijd. Ik train nu officieel nog steeds bij de Venen. Het is daar altijd gezellig, altijd leuk. Het is echt een hartstikke topvereniging. Nou, ik zou zeggen feesten en rust lekker uit, hè? Dank je.